op vrijdag 20 december om 8 uur in de Grote Kerk Breda. Dan voert het Bachkoor Brabant onder leiding van dirigent Geert van den Dungen de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach uit en wordt begeleid door het barokorkest Florilegium Musicum, dat authentieke instrumenten of kopieën daarvan bespeelt. We gaan eerst even luisteren naar de Kyrie, uitgevoerd door het Collegium Vocale uit Gent van Philip Herrewege. Je hoort dus uit de Hohe Messe, Kyrie. Dag mevrouw Esther van der Ham. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik mocht Esther zeggen. Ja, heel graag hoor. En je, ik zal het proberen te doen. Dat is fijn. Het is prachtig. Ja, ik ben heel erg dol op deze muziek. Ja. We hebben hem lang geleden voor het laatst uitgevoerd in 2011. Toen was ik er ook bij. En al die tijd heb ik me erop verheugd dat het weer op de uitvoeringsagenda zou staan. Maar ja, het is een heel complex en moeilijk werk. Wel ontzettend mooi. Dus ja, ik ben heel blij dat we hem nu weer gaan zingen. En ik niet alleen. Oké, u zegt complex. Wat maakt het complex? Ja, toch de veelheid aan stijlen. Soms is het vierstemmig, soms vijf, soms zes. Zelfs stukken dubbelkorig. Dus ja, het heeft wel. Het vergt het uiterste van de zangers, maar ook van het orkest. Maar ja, uiteindelijk, als alles bij elkaar komt, is het fantastisch. U zei net, toen we zaten te luisteren naar het Kyrie, en zei van, goh, dit is natuurlijk wel een koor van Herrewege. Ja, natuurlijk. Maar dat kunnen jullie zeker benaderen, toch? Nou, kijk, ik zei in het voorstukje ook, Herrewege heeft natuurlijk professionals in zijn koor zitten. En wij zijn amateurs, wel goede amateurs. Maar we doen ontzettend ons best om het allemaal zo goed en integer mogelijk te zingen. En ja, dat is heel belangrijk. En ook met de intentie die Bach aan de muziek mee wilde geven. Ja, hij was natuurlijk ook heel gelovig. En tegenwoordig is dat net wat anders. Maar we proberen wel de beleving die hij had bij de muziek, hè, onder leiding van onze dirigent Geert van den Dungen, weer naar voren te laten komen. Krijg je die sfeer erin? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja, nou ja, ook om je bewust te zijn van wat je zingt. Hè? Ja. En dat in het huidige tijdsperspectief te plaatsen. Want dat kan best. Ja, ja, ja. Dus ja, dat is wel heel mooi om dat te doen. Hoeveel tijd hebben jullie daarvoor nodig? Repeteren jullie heel veel? Wij repeteren op woensdagavond. En voor deze uitvoering hebben wij 14 repetities gehad. Dus dat is in feite voor ons koor heel veel. Ja. Want er wordt ook veel van de zangers verwacht aan thuisstudie. Dus 14 repetities is echt veel voor ons koor totaal. Ja. 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 Hoe groot is het koor? Het koor is bijna 80 zangers. Zo? Ja. Ja, maar goed, de Grote Kerk is natuurlijk ook een behoorlijke kerk. En het is, ik zei al, het is een complex werk. Ja. Hè, dus er zitten ook dubbelkorige stukken in. Ja. Dus ja, als je dat dan gaat verdelen, dan, dan heb je dat echt wel nodig. U zegt Bachkoor Brabant. Ik neem aan, dan komt iedereen uit heel Brabant zo ongeveer daar naartoe. Nou, zelfs niet eens uit heel Brabant. Maar ook we hebben ook vaak Belgische gasten en ook uit heel Nederland wel hoor. Dus ja, dat is altijd wel heel bijzonder dat mensen wel uit het hele land naar onze concerten komen. Ja. Verheugen we ons ook altijd heel erg op. Ja. Ja, ja. Ja. Jullie doen het niet alleen. Het is niet alleen zang, maar jullie worden ook begeleid. Ja, we hebben een barokorkest. Hè. U zei het net al in de aankondiging. Florilegium Musicum. Die begeleiden ons bij heel veel concerten. Op de oude instrumenten, wat het natuurlijk ook extra mooi maakt. Dus of echt oude instrumenten nog, of nagemaakte instrumenten. Ja. En natuurlijk hebben we ook een viertal mooie solisten daarbij. Ja. Want het is niet alleen een werk voor koor, maar er zijn ook. En wie gaat er soleren? Wie gaat er soleren? Nou, ik heb er even op geoefend, want er zijn een aantal ingewikkelde namen bij. Enide Lebroki, de sopraan uit België. Oscar Verhaar, countertenor. Adriaan de Koster, ook uit België, tenor. En Jussi Leetipu uit Finland. Nee, een gevarieerd gezelschap. Ja, het zijn allemaal jonge solisten die ook wel vaker bij ons zingen. Dus we kennen ze allemaal. Oké, want dat wilde ik zojuist vragen. En hoe komen jullie eraan?
Ja, sommigen die vragen of ze auditie mogen doen om, of voor mogen zingen. Hè, om een stem te laten. Nou, niet aan het koor natuurlijk, maar aan onze dirigent. En die maakt altijd wel behoorlijk wat werk van de selectieprocedure. Zodat hij de juiste solist bij het juiste concert in kan voegen, zeg maar. Ja. En dat gaat een volle kerk worden? Het is bijna uitverkocht. Ja, absoluut. Er zijn nog een paar plaatsen voor de zijbeuken. Dus als mensen nog willen komen luisteren, dan kan dat nog wel. Ja. Maar ze moeten wel echt snel zijn, want het gaat hard. Terecht ook, want ja, dit wil je niet missen natuurlijk. Zo vaak wordt de hoofdmessen niet uitgevoerd. Dus ja, als je de kans krijgt, zou ik zeker komen luisteren. Ja. Het wordt inderdaad niet zo heel vaak uitgevoerd. Het blijft ook een hele bijzondere uitvoering, toch? Ja, het is een bijzonder werk. Het is ook een complex werk. En voor Bach natuurlijk ook een heel bijzonder werk. Want Bach was Lutheraan. En dit is een katholieke mis. Dus ja, in die zin is het ook wel heel bijzonder dat Bach dit geschreven heeft. Ja. Als er mensen zijn die graag bij jullie willen komen zingen, kan dat? Dat kan. Wij hebben één keer per jaar auditie. En dat is meestal in het voorjaar. Als we de laatste uitvoering van de Matthäus-passion hebben gehad. Dus ergens in april. Dan zetten wij op onze website en op Facebook ook een oproep van: wil je auditie komen doen? Schrijf je dan nu in. Ja. En mochten mensen nu denken van: ik wil graag een keer meezingen, stuur dan een mailtje. En dan roepen wij, zeg maar, tegen de tijd dat de audities komen, sturen we dan een herinnering van: u wilde graag auditie komen doen. De data zijn gepland. En wil u alsnog komen? Dus dat kan. U zei, stuur een mailtje. Daar kunnen we niet de lucht in sturen. Er moet een adres zijn. Ja, secretariaat@bachkoorbrabant.nl. Dan komt het volgens mij bij u terecht. Nee, dan komt het niet bij mij terecht. Okay. Nee. Maar bij Annemieke, mijn collega. Oké. Maar wat is jullie thuishaven, zal ik maar zeggen? Wij repeteren in de Waalse Kerk in Breda. Iedere woensdagavond. 80 man in de Waalse Kerk. Nou ja, soms nog wel meer. Want bij de Matthäus, dan, die voeren we vaak meerdere keren per jaar uit. En dan zitten we wel met 100 zangers daar. Ja. Dus we hoeven net niet bij elkaar op schoot. Maar het is wel af en toe proppen, ja. Ik geloof dat de Waalse Kerk 100 stoelen heeft. Dus veel meer kunnen ja, er ook niet bij. Ja, in de zaal wel. Je kunt ook boven kun je ook nog zitten. En zo. Nou, bij de repetitie is dat niet handig. Want je moet natuurlijk wel de dirigent in de gaten kunnen houden. Maar, dat is niet handig. Ja, nee. Maar goed, het past wel, ja. En ik denk een goede akoestiek. Absoluut, ja. Het is daar heerlijk zingen. En audities zijn daar ook. Dus ja, dat is ook wel heel fijn om daar dan auditie te mogen doen. En, ja. Maar kun je ook wel binnenlopen als je zegt van: nou, we hebben repetitie, kom eens luisteren. Of dat is storend? Ja, dat is wel lastig. Okay. Ja. Okay. Nou, we zitten nog wel eens, soms hebben we wel eens gedacht om een open repetitie of zo te doen. Ja. Dus dat zouden we wel kunnen doen. Ja. Ja, kijk, mochten mensen echt heel graag dat willen, stuur dan een mailtje. En er is altijd wel iets mogelijk. Maar in principe zijn de repetities niet openbaar. Ja, maar ik denk, er wordt heel veel gezongen in Breda. Als je kijkt van hoeveel koren er wel niet zijn. Cantabile hebben we zojuist wat over gehoord. Ja. Er is heel veel en er is best veel animo. En volgens mij is zingen heel goed. Zingen is goed en fijn. Het is ontspannend. En je komt gewoon even helemaal tot rust. Dus dat is echt super fijn aan zingen. Ja, zeker. Als ik u zo zie, dan heeft u er nu al zin in om daar volgende week aan te beginnen. Ja, nou ja, dit zijn echt werken waar je enorm op verheugt. En straks met het orkest erbij en de solisten. Ja, het wordt prachtig. Ja. Verdient een volle kerk. Absoluut, zeker. Ja, dat ga ik zeker doen. Ja. Oké, Esther, jij zei van: ik wil graag het Kyrie, daar moeten we het gesprek mee openen, hebben we gedaan. Maar je zei ook van: nou, er zijn zoveel andere stukken, ik weet het eigenlijk niet zo goed, zoek er maar één uit, maar toch hebben we het samen even overlegd. Het Sanctus? Ja, kijk, ik zit bij de sopraan en elke keer als wij het Sanctus gaan zingen, dan zie je iedereen opveren van: oh, dit is zo mooi. En ja, het heeft heel veel hele mooie stukken, maar als ik er dan toch één moet kiezen, dan het Sanctus maar. Het Sanctus. Ja. Gaan we van hetzelfde uitvoering, gaan we dat doen van Collegium Vocale uit Gent met onder leiding van Philippe Herrewegen en we horen het Sanctus. Esther, bedankt voor de informatie. Heel graag gedaan. Ik wens je een heel goed concert en heel veel zangplezier. Dank u wel. Oké, we gaan luisteren.